Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 6 februari van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we overwegend veel wolken boven ons land. We hebben te maken met een zwakke storing. Zeer lokaal kan wat lichte motregen vallen, maar op veel plaatsen zal de dag droog gaan verlopen. Vanochtend komt eerst nog plaatselijk mist voor en verder ligt de temperatuur tussen de 2 en de 6 graden. Vanmiddag wordt dat 4 graden in Groningen tot 7 in het zuiden van het land. Het is meest droog, maar grijs. Slechts heel af en toe komt de zon tevoorschijn. Vanavond verandert er weinig. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden en de wind houdt het vrij rustig. Morgen krijgen we te maken met een storing die vanuit het westen regen brengt. In de loop van de dag stroomt er koudere lucht het noordoosten van het land binnen, dus de regen gaat in de loop van de dag over in natte sneeuw. Woensdag, donderdag en vrijdag hebben we te maken met droog en koud winterweer. Overdag ligt de temperatuur maar net boven nul en in de nacht vriest het licht tot matig. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.